Hallo, hier zijn we met Lekker Laat. Iets later, omdat het natuurlijk hier formatie mislukt is. We hebben hier Yannick van der Velde als doorbitch. Want we wachten op de pizza. Daar is er een. We hebben namelijk Sam Panopoulos. Dat is de uitvinder van de pizza Hawaii. Ja. En die is overleden. Ja. Hey man. En we hebben dus een aantal couriers. Hallo, wat is jouw naam? Moord. Hi, Moord. Ik ben Paul. Dit is Yannick. En jij hebt een pizza Hawaii meegenomen? Ja. Oké, hoeveel kost die? 14, zie ik staan. 6, 14, die andere was 7,50. Dat is goed. Mag je lekker houden. Als goed, dankjewel. De rest mag je houden. Mag die rest houden? Tuurlijk mag die rest houden. Moord, nog alles. 6 euro. Ah, joh. Zo, die heeft een avond van zijn leden. Kan naar de hoeren. Ik zeg, Yannick, we hebben jou uitgenomen. Want jij bent, wat is voor jou pizza? Ja, pizza is wel een belangrijk aspect van mijn leven. Ja, ik vind dat toch wel vrij fantastisch. En als het aan mij ligt, zou ik daar 3 à 4 keer per dag wel mee eten, ja. Echt waar? Ja, dat doe ik ook wel eens. Maar ontzettend is wat voor jou... Ik vind pizza het meest lafste stukje eten. Dat vind ik echt onzin. Ja, alle lafste vind ik een quiche. Als je een quiche maakt, dan pleur je allemaal restafval in een bak met bladerdeeg. Ja, maar dan onderschat je de pizza. Maar leg uit waarom pizza zo lekker is. Omdat pizza altijd in elke toestand lekker is. Of je geen honger hebt, of je honger hebt, of je brak bent, of je moe bent, of je boos bent. Het is altijd lekker. En het vette aan pizza is dat je zelfs een slechte pizza... is niet heel slecht. Nou, houd toch op, man. Nee, ik zeg het. Het is toch wel die onderlaag. Nee, pizza is, tuurlijk, maar een kut pizza is nog steeds een 6. Een kut pizza vind ik zo niet lekker. Dit is een pizza Hawaii. En kun jij omschrijven waarom een pizza Hawaii zo bijzonder is? En Sam Panopoulos heeft het uitgevonden, ja, maar, en is overleden. Ja, maar ik vind dan weer de pizza Hawaii echt doodzonde. Dat vind je een kut pizza? Ja, dat vind ik echt een kut pizza. Oké, maar het is vooral de ananas. Ja, dat is de ananas en ham. Ja. Ja, en je vindt ananas ook... Ik vind dat het niks te zoeken heeft op een pizza. Nee, maar dat maakt het Hawaii. Ja, maar dat als je de pindakaas op smeert, is het natuurlijk geen pizza Hawaii. Nee, dan is het geen... Dus pizza Indonesië. Maar dit is gewoon echt een pizza. Nou, er komen nog 5 of 6. Dus wil jij dan zo meteen gaan proeven? Want dit is, we hebben allemaal het restaurant. Dan weet ik ook gewoon aan het einde van de avond waar je de beste pizza Hawaii, althans... Maar waar kwam Murat vandaan? Pizza Murat is dit. Pizza Murat. Oké, onthoud dat. Nee. Pizza Delizio... Ja, ik weet denk niet dat het gewoon een doos is, maar... Restaurantje Murat. De Bon. Staat de Bon misschien op? Nee, ook niet. Staat wel zijn nummer op. Ja, ook wel zijn nummer. Als ik Murat wil hebben, als ik 6 euro terug wil hebben. Ja. Dames en heren, geef een grote applaus. Deur waait open. Ik ben een slechte deurman. En heb je alle pizzas nu binnen? Hoeveel pizzas heb je binnen? Ik heb er 7 of zo, denk ik. Als ik zeg pizza Hawaii, Mario, wat zeg je dan? Want hij is overleden. Hij is dan Papalopoulos. Jij gaat proeven. Nu? Ja, oh, en dan weten we. En jullie gaan mee naar de keuken. Ik neem jullie mee, want ze hebben al een beetje voorbereid. Want het zijn maar 10 minuten. Is het veel? Ja, ik zit echt helemaal stuk, Paul. Ja, moet je dit nou zien? Moet je kijken wat ik hier op heb? Je moet even wat... Ham, mozzarella, rucola, paprika, ananas, Spaanse pepers, mais. Dus deze gewoon helemaal, die kan je zelf bestellen. Dit is... En ook... slaat toch helemaal nergens op? Nou, maar goed, hij ziet er wel heel goed uit. Maar heb je ze allemaal geproefd? Ja, ik heb ze allemaal geproefd. En welke gaat eruit? Maar dit slaat ook weer helemaal nergens op. Wacht. Murat, jouw vriend met zijn 06. Was de allereerste, geloof ik. Nee, was het nummer 2. Oh, nummer 2. Maar ik weet het niet. Dat is dan dus deze. Want ik heb het, die was de beste. Nee, deze was heel lekker. Maar de beste, by far, was van Napoli Pizza uit Sumatrastraat. Maar nou ben ik zo dom geweest... Om het door elkaar te rusten. Om die bon neer te flikkeren. Maar natuurlijk niet op te letten welke het ook weer was. Oké. Okay. Oh ja, dat is niet deze. Nee, dat is deze. Bon op. Dat is deze. Ja. Dus de winnaar van uit eerbetoon aan Sam Papapoulos. Ja, Napoli Pizza Amsterdam is deze. Ja, dus deze. Dit is de beste. Dus heel fijn dat je gewonnen. Ik neem zo meteen een afloop een hapje. Als ik heb gezongen voor Joshua, ik wil je dat je liegt. Even over iets anders. Jij bent van de geweld...